Weegschaal. Leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 50. En dat is van maandag 7 december tot en met zondag 13 december. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat voor de Weegschaal gaat brengen. Dan lijkt de Weegschaal alsof deze week een week is waarin je eigenlijk heel prettig voelt. Je bent heel zorgzaam. Je hebt echt het gevoel dat je op een stuk zit waar je blij mee bent. En wel ben je aan het kijken van of je misschien nog wel wat kan schaven. Hè? Maar dat zijn echt hele kleine stukjes. Want ik heb het gevoel dat het echt een stuk is dat je denkt van yes, dit is het. Ik voel me lekker. Ik heb dingen in evenwicht. Hè? Zoals het een goede weegschaal betaamt. En het is een week voor jou om herinneringen op te halen. Om te kijken van hoe sta ik er nu eigenlijk voor? Hoe heb ik het vroeger gedaan? Het zorgt er eigenlijk allemaal gewoon bij dat het een soort van week is waarin je het belangrijk vindt om die mensen bij je te hebben die belangrijk voor je zijn. Of misschien kies je er juist wel voor om lekker alleen te zijn. Maar dan is het ook echt wel een stuk dat jouw keuze is. En waar jij heel blij van wordt. Want ik heb het gevoel dat het echt te maken heeft dat je gewoon heel blij bent met de situatie zoals die eigenlijk komt. Of zoals je misschien zelf wel gemaakt hebt. Maar het is echt een week waarin je eigenlijk echt in je comfortzone zit. En wat voor jou super fijn gaat voelen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.